En die hebben nog niet, die hebben zij ook nog niet gehoord, die hebben ze nog niet eerder vertoond. Dus die gaan we eerst even doen als een soort intro. En dan beginnen we daar te spelen. En de rest zien we vanzelf. Want ze zijn niet te stoppen. We dragen het gezicht dat past. Bij de dag, bij het weer, bij onze kleding, bij onze stemming, bij de mensen die we graag om ons heen hebben. Op een andere dag, als we liever alleen zijn, bij ander weer, in een joggingbroek en een humeur om op te schieten, kiezen wij een ander gezicht. Zo kiezen wij wat past, dag na dag. Tot er een dag komt dat we aarzelen. We leggen al onze gezichten naast elkaar op bed. Als schilden liggen ze op de zachte sprei. Wie zijn wij vandaag? Wie zijn wij op deze maandag in juni, terwijl het buiten meer dan 30 graden is? De knoop van onze broek te strak zit, of is het de knoop in onze maag? En iemand in de aangrenzende ruimte begint te zingen. We aarzelen te lang. Met de punt van het zwaard steekt het leven ons neer. Houd je plek.
bewaak je plek, krijg je plek, zoek je plek, leg je vinger op de zere plek. Vingers wiemelen, voetjes wiemelen, elastiekjes knellen, benen jeuken, haren zweten, vingers krabben, magen grommen, onderbuiken spreken, handen verlangen. Jezelf terugvinden, de tijd nemen, je haren goed doen, je hoofd van je nek halen, je armen lostrekken één voor één, je ribben afpellen, je botten openbreken, je heupen afleggen, je darmen losplukken, je benen onderuit halen, jezelf van je enkels zoeken.
Het effect gezien van onverwachte opera's.
Heb je gezien dat nieuwsgierigheid altijd wint en nooit verliest? Heb je gehoord hoe ergernis zich verstopt in een keel? Heb je gemerkt dat onhandige troost in een opgeklopt zakdoekje past? Heb je de betekenis van steuntje in de rug geven gezien? Heb je gezien dat dezelfde handen kunnen doden en liefhebben?